Frank, speciaal gemaakt door Aagje. Oh, oh, eerste prijs. Stik dan de granul dat iedereen dat zit. Applaus voor Frank! We gaan speechen. Dames en heren, mag de muziek afstaan? Mag ik de aandacht voor iedereen? Iedereen, sst! Kletskoud! De muziek mag af. Af. Iedereen die nu nog babbelt, krijgt straks geen drank. Ik heb mijn best gedaan om zowel de jollies dat ze zeggen, als... Sst. Jollies en de rockers content te stellen. Ik ben er vrij goed in geslaagd. Maar ik zou er niet alleen kunnen. Ik heb een team die, waar ik 100% kan op rekenen. En raar maar waar, de cliché, uw personeel bepikt de baas, dat kan bij mij niet op. Want ik heb zeer goed personeel gehad. En daarom wil ik mijn liefste mensen die mij steunen achter het oog, een keer een bloemetje geven. En we beginnen met de jongsten, die daar net bij zit. Paulus! Paulus, merci. Dat bloemetje dat in de lucht gestoken wordt, is voor u. Je mag erom komen bij de mooiste vrouw van de wereld. Paulus. En ik vind, jongens, geef lekker die gasten een big applaus voor Paulus. Er is ook nog iemand. Die jongen komt van 200 kilo en nu is het 50 kilo. Het is een knappen, het is een groeien. Een dik applaus voor Fretjen! En ten derde is er één meisje. Een meisje die altijd pushmuziek oplegde hun. Maar ze is super achter een toog. En nu klap ik niet alleen over haar uiterlijk. Maar haar hart is super. En haar inzet voor de konk is even super. Aagje, applaus! En dan, de beste zover. Nee, er is nog iemand. Ik was vergeten. De man, de king, de man met de mooiste krullen, de man die ieder vrouwenhart sneller doet slaan, de man waarop elke andere cafébaas jaloers op is, de man die nog veel geld gaat verdienen in de horeca, de man die beter is dan mezelf, Tom de Jager! Ik ga je direct de bloemen geven. En er ligt ook nog een cadeautje gereed. Ik weet niet meer wat me zeggen. Iedereen dat hier vaste klant is, weet dat wel, dat ik soms een keer zot kan doen. Nu ga ik ook zot doen. Het volgende 7 uur is alles verniet. Ja, zot. Alle homoconsumpties aan een euro. En een dikke merci voor iedereen. De oudere klanten, de jongeren. De heel jongen. Merci. Ook de jongeren die vrijdag naar school altijd bij mij zijn. Merci. En een dik applaus nogmaals voor de jongmans. Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren.
waarschijnlijk de stripact van Aachen.